De meeste mensen leven in een dagelijkse routine. 'S Ochtends sta je op in je bed, ga je naar je, met je auto of met het openbaar vervoer ga je naar je werk. Daar verdien je je geld en daarmee haal je eten in de Albert Heijn op de hoek van de straat. Dus eigenlijk onze basisbehoeftes, zoals onderdak, eten en vervoer, worden beschouwd als normaal. Dat is ook zo in ons leven. Maar wat als je nou ergens in een land afgedropt wordt, zonder geld, zonder kleding, helemaal niks, je spreekt taal niet, je weet niet waar je heen moet. Wat dan? Ja, dit is dus ons 3 keer overkomen. Ons project heet Birthday Suit. En het is allemaal begonnen met een jeugdfascinatie die ik deel met mijn broers. Wij groeiden met elkaar op in Berkelenschot. Een piepklein dorpje, net naar Stilburg. En als je opgroeit, dan worden je kleren te klein. En in Nederland is het heel normaal dat je oude kleren naar het leger des hels gaan. Mijn moeder die verzamelde die oude kleding. En ze zei van... Stopte in grote zakken en ze zei, die gaan naar Afrika, want er wonen kinderen die niet kunnen betalen voor hun eigen kleding. En wij vonden dat natuurlijk fascinerend, want dat betekende dus dat er aan de andere kant van de wereld ergens een jongetje rondloopt in ons t-shirt. En wij keken tv en als Afrika op tv was, waren we aan het kijken of we dat jongetje zagen lopen. Met ons t-shirt aan. Maar helaas, deze vonden we nooit. Dus we hebben besloten in 2013 om hier iets aan te gaan doen. En we hebben een lijn opgezet en deze willen we over heel de wereld gaan verspreiden. Dat straks, als we thuis een keer op de bank zitten en we zetten de tv aan, we zien wel iemand op de tv lopen met een van die t-shirtjes. Je kan niet zomaar witte t-shirts de wereld insturen, want deze herken je niet. Dus eerst gingen we nadenken over een naam en een logo. En het is Birthday Suit geworden, je geboortepak. Omdat eigenlijk de fascinatie is ontstaan sinds dat we geboren werden en elk jaar gingen we dus die kleren naar het leger des hels. Logo is een babyface geworden met een facehoedje op. En we hebben besloten om onze lijn te gaan promoten met alleen de dingen waarmee we geboren worden. Dus in 2013 zijn we afgedropt in het zuidelijkste puntje van Europa. Portugal, Lissabon. Hebben we poedeltje naakt ons reis begonnen. Gewapend met 1000 t-shirtjes, 2 paspoorten en een camera om alles te filmen. Begonnen we onze reis. De eerste dag was natuurlijk hartstikke spannend. We wisten niet waar we heen moesten, we wisten niet wat we moesten doen. We waren echt ten einde raad. Ja, niet helemaal ten einde raad. We begonnen maar gewoon meteen met ruilen. En al snel hadden we al wat kleren te pakken. Alleen eten ging ons niet zo goed af. We aten die dag allebei 1 appel. We sliepen in een garage van onze host, die ons niet zo helemaal vertrouwde. Ja, die angst bleef natuurlijk inzitten, maar ja, als je op straat blijft slapen, wat dan? Maar daar kwam gelukkig pas in Turkije, in Trebzen, sliepen wij in een onafgebouwd gebouw, zonder ramen, op het koude beton. En we werden wakker, we keken elkaar aan en we dachten, nou, we leven nog, wat kan er nou nog gebeuren? Dus eigenlijk een beetje de fuck it mentaliteit ontstond. En we hadden eigenlijk een beetje laks aan alles gekregen en dat maakte onze reis een stuk simpeler. Ja, maar het gekke was dat hierna het eigenlijk niet zo vaak meer gebeurde. Ons verhaal kreeg inmiddels veel aandacht van de media. Zo werden we overal uitgenodigd op talkshows, op het nieuws, radiostations en kranten. En daardoor groeide eigenlijk ons zelfvertrouwen en ook ons verhaal. En zo sliepen we bij celebrities. We hebben bij een minister geslapen. En ons verhaal ging eigenlijk een stuk soepeler. En na 5 maanden besloten we in de eerste trip dat we ook alweer eens een keer naar huis moesten. Dus maar wat doe je als je geen geld hebt? Je hebt alleen maar t-shirts. En je moet een vliegticket zien te fixen. Nou, eerst ga je naar het vliegveld. Ga je kijken of je daar een vliegtuigbaas kan strikken om toch een vliegticket te rijden. Nou, dat ging dus niet. Dus we besloten de publiciteit maar weer eens op te zoeken. En we werden uitgenodigd door Radio Astana, de hoofdstad van Kazachstan. En daar deden we dus ons verhaal. We vertelden de bevolking van Kazachstan de situatie. Dus we zeiden van jongens, we hebben alleen t-shirts. Wie wil onze t-shirts kopen zodat wij weer terug kunnen naar huis? En het grappige was, op het einde van dit interview belde Miss Kazachstan naar de studio. En ze zegt van, gasten... Echt, jullie verhaal is echt super cool. Ik kom nu naar de studio en ik ga jullie helpen. Nou, Miss Kazachstan op de studio. En we hadden een plan bedacht. We zouden een fotoshoot met haar doen, want zij kent natuurlijk heel veel fotografen. En met die fotoshoot zouden we dan
online gaan plaatsen. En ja, hij met hetzelfde verhaal, dus met de vraag van, hey jongens, online, koop onze shirtjes, dus ik kunt bij naar huis. En we hebben die fotoshoot gedaan voor de K-Satir, een winkelcentrum. Een groot winkelcentrum in het midden van Kazachstan. En wij stonden dus op achter ons laatste shirt en we hadden dan, zou de kopie zijn op het internet. Wij verkopen deze shirts, laat ze houden, staan we achter, de rest verkopen we zodat we naar huis kunnen. En op het moment dat deze foto werd gemaakt, kwamen dus een hele kolonne met zwarte auto's met geblindeerde ramen voorbij rijden onder begeleiding van politie. En een van die politieagenten die sloeg af en die arresteerde ons. Dus die zaten in de gevangenis met Miss Kazachstan. ja, Miss Kazachstan had natuurlijk het verhaal verteld aan die agenten. En die agent zei, ja jongens, het ministerie reed net voorbij, zag jullie staan in je naki en dat is niet de bedoeling. Maar uiteindelijk konden ze er wel mee lachen en met de waarschuwing stonden we daarna dus weer. Op straat. En onze foto ging ook al speer, want na 3 weken zaten we in deze nomadenstam en hadden we het goede nieuws te horen gekregen dat we genoeg geld hadden verdiend zodat we weer terug konden vliegen naar Nederland. In Nederland bleven we ook niet onopgemerkt. In 2014 hebben we onze eerste TED-talk in Utrecht gedaan en we deelden al het podium met onze minister-president Mark Rutte. Deden we naakt, ruilden we voordat we onze talk gingen houden, ruilden we met iemand uit publiek een broek. En daarmee maakte ik gelijk als punt duidelijk van hoe makkelijk het is eigenlijk om met een wildvreemde iets te ruilen. En hierna werden we ook opgepikt door Caro en daar deden we de tweede reis mee. In 2015 begonnen wij onze tweede reis. Deze begon in het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. We begonnen in Chili, Santiago en gingen al helemaal omhoog naar Panama. Deze reis ging een stuk makkelijker dan de eerste. De eerste bracht ons van Portugal naar China. Hebben vrijwel elk land van Europa gezien. Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Centraal-Azië, sorry. En deze reis bracht ons naar alle landen van Zuid-Amerika. Deze reis was een stuk makkelijker. Omdat we eigenlijk al wel wisten wat we moesten zeggen om een ja te krijgen. Je wordt een stuk soepeler in het gesprek. Dus het ging een stuk makkelijker en daarbij hadden we ook nog eens onze presentatie op de achtergrond van ons. Daarbij hadden we ook dingen online staan, zeg maar. Dus we konden mensen laten zien en we wisten eigenlijk wel hoe we iemand moesten inpakken. Dus het ging allemaal een stuk soepeler, maar soms hadden we blokkades op de weg. Soms hadden we blokkades op de weg, bijvoorbeeld de Dorian Gap. Het is een lastige grens om overheen te gaan, dus echt in het midden van de jungle. Dus we zijn bij een kroegje opgezocht, hebben wij een kapitein een pint meegedronken. Uiteindelijk wou hij ons wel mee op zijn schip nemen voor een shirtje. Dit is trouwens de tweede keer dat er ons dit overkomen is. We hadden hetzelfde probleem bij de Kaspische Zee, van Azerbeidzjan naar Kazachstan. En daar hebben we op een olietanker gezeten. Dat was natuurlijk hartstikke illegaal. Dus we moesten ons verstoppen in de kast. En als we eenmaal uitgevaren waren, mochten we tevoorschijn komen. En we hebben zo'n 5 dagen lang met de crew domino's gespeeld. Want ja, wij spreken natuurlijk geen Russisch. Dat was ons avontuur op de Hode Tanker. Ja, voor het eerst zagen we in Zuid-Amerika ook de echte gap, zeg maar, tussen rijk en arm. We zijn in de ghettos van Brazilië geweest, een daklozencentrum gehad. Maar we werden ook uitgenodigd door de president en we hebben eigenlijk elke stand van de maatschappij gezien die daartussen zit. En dit verhaal in die ghettos van Brazilië, dat raakte ons wel heel erg, want deze mensen die hadden echt bijna helemaal niks. En eigenlijk alles wat ze hadden, dat deelden ze met ons. Het brak eigenlijk wel een beetje ons hart van ja, hoe gastvrij die mensen zijn, ondanks hun situatie. En het trieste is dat vaak ook armoede gepaard gaat met criminaliteit. En een paar weken later was in Lima, werden we tegen deze muur aangezet, kregen 3 pistolen op ons hoofd gericht en moesten we al onze apparatuur afgeven. En dat was best wel eng, want ja, je krijgt ook een wapen op je en je moet gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Alles wat we geld hadden moesten afgeven. Normaal zouden we hier ook heel erg boos om zijn geworden, maar toen we de situatie zagen van die mensen, toen begrepen we het wel echt, we staan er nog steeds niet achter, maar we begrijpen wel waar het vandaan komt. Dus we waren eigenlijk ook niet echt heel erg pissig
Maar na een goede pep talk hebben we elkaar toch weer even opgepept en zijn we door naar Ecuador gegaan. Daar kregen we een uitnodiging van Rafael Correa, president, was toen de president van Ecuador. Die nodigde ons uit om de hele dag met hem om te gaan. We mochten bij hem in zijn televisieshow komen, waarbij hij heel het land ons uitlegde, waar het door natuurlijk hartstikke goede publiciteit was. Als je op straat elkaar tegenkomt, dan weten ze wat wij aan het doen zijn. Het was natuurlijk hartstikke leuk en daarbij heeft hij nog eens een shirtje met ons geweld. Er waren 3 treinkaartjes voor de UNESCO training. En die bracht ons tot de mooiste plekken van Ecuador. Dit was ook meteen het duurste shirtje wat wij ooit hebben geruild. We hebben het nagegoogeld, het was zo'n $4000 wat hij met ons heeft geruild. Dus mijn vraag is, is iemand die dit record wil verbreken? Ja. Kan je na de talk kan je ons even, hier achter in de zaal kunnen we daar wel even uitkomen. Goed, we hebben dit jaar onze derde en laatste trip gedaan. Zijn we van Canada dwars door de United States, hebben we 48 states gezien, jasje daar ook gehad. En zijn we uiteindelijk in Mexico gekomen. Deze trip was bijzonder, want onze oudste broer Gerard zit daar ook, die is meegegaan en voorheen deden we het altijd met z'n tweeën. En we hadden een auto. We hebben in Nederland heel veel shirtjes geruild en daar hebben we een auto voor gekocht in Canada. En die auto hadden we ook niet zonder reden, want Laurens is in de tussentijd ernstig ziek geworden. Hij heeft de ziekte van Renault, myositis en sclerodermie. En dat betekent dat als het koud is, dat hij heel zijn lichaam pijn doet. Hij heeft heel vaak verschrikkelijke hoofdpijn. En al zijn spierweefsel is verdwenen, waardoor hij die zware tas niet meer kan dragen. Dus we hadden besloten om de tas in te ruilen voor een auto. Maar we reizen natuurlijk met hetzelfde concept, alles ruilen. Dus je ziet hier een politieman in Maine. Moet ook benzine voor je auto regelen. Dus een vent een shirtje geruild. En natuurlijk het drogen van onze sokken ging ook een stuk makkelijker. Uiteindelijk zijn we met het concept, hebben we 63 landen gezien. We hebben 48 states gehad, 59.460 kilometer afgereisd en dat met 2150 t-shirts van ruim. De volgende reis zal ons van Australië naar Nieuw-Zeeland, Zuidoost-Azië en uiteindelijk naar Mongolië brengen. En onze laatste reis zal ons door Afrika brengen. Dan gaan we elk land van Afrika. En dit is eigenlijk... we hebben er eigenlijk alles aan gedaan om onze droom te verwezenlijken, om onze shirts zo ver mogelijk over de wereld te verspreiden, zodat we ooit eens een keer op de bank dat jongetje met een t-shirt hebben. Ja, er is één ding wat ons wel is bijgebleven, meerdere dingen, maar deze hebben we er even dus uitgepikt. We leven in een multiculturele samenleving en we zijn gehost, of we hebben geslapen of whatever, bij mensen met verschillende huidskleuren, religies, gewoontes, noem het allemaal op. En vaak als we bij mensen thuis kwamen, zeiden ze van ja, je moet niet naar mijn buren gaan, hoor, want er zijn gevaarlijke mensen. En sommige mensen vertellen, ja, dan word je beroofd, verkracht, vermoord, we hebben het allemaal gehoord. En vaak als we dan naar die mensen gingen, dan was het eigenlijk juist tegenovergesteld. De mensen die hielpen ons met ons project, ze waren gastvrij, we kregen te eten, onderdak of vervoer. En we kwamen er eigenlijk achter dat iedereen wel houdt van een goede maaltijd, een goed gesprek en een beetje humor. Maar deze buren die kennen elkaar niet en daardoor ontstaat die angst. Dus wij proberen ons met ons project ook deze mensen aan elkaar te introduceren, zodat we elkaar een stukje beter kunnen begrijpen. Want eigenlijk verschillen we niet zoveel van elkaar. Dankjewel. Ja.